Dus nog even voor iedereen, voor de duidelijkheid. Eerst een stadsbrede jury. Zal ik Ja. nog een keer? Dus je hebt heel Almere. En er zijn zes stadsdelen, waar onder andere de Floriade zelf één ding is. Ja. Per stadsdeel heb je dus, die mogen ieder 15, de beste 15 initiatieven. Precies. En wat als En ze dat wordt bijvoorbeeld gekozen volgend hier jaar, dan? ik denk dat het centrum niet de 15 haalt met initiatieven. Natuurlijk wel. Rond je weerwater, dan zit ik al op 50. Oh ja, klopt ja. Ja. Dus dat is. Ja, sorry. Ja. Nee, maar dat is geen probleem. Dat is geen Ja. probleem. Dat is gewoon, dit is gewoon gebiedsoverstijgend of een stad. Ja. Dus in ieder geval, elk stadsdeel, dat moet eigenlijk. Wie zijn de beste 15? Daar moet je eigenlijk echt op kwaliteit selecteren. Want het is een hogere status dan het lintje. Ja. Ja, en dat en Want er dan zijn al heel veel, die lintjes zitten overal. We hebben overal lintjes. precies voor en dan heb je ook iemand van de BV die selecteert mee. En in de selectie. In de selectie die ga je, dus je hebt criteria en je hebt personen. En dat is iemand van de BV, iemand van het stadsdeel, iemand van, weet ik veel, een wethouder of ja. En van ons. Die gaan er. En dan moet je wel heel goed nadenken van waar ga je op selecteren. Dus je moet gewoon echt heel goed, net als andere workshops of andere prijsvragen en dergelijke. En gewoon een top. Het moet gewoon echt een top jury zijn. Die dat selecteert en voorbereidt en En dergelijke. dat is iets wat, dat is dan qua co-creatie doen jullie dat, denk ik. Want jullie hebben daar kennis van. Ja, maar dus ook voor de gemeente is het erg interessant voor alle stadsdelen, wijkregisseurs, van wie zijn er de beste, ook in relatie tot de stad. Dus dan krijg je dus 6 maal 15 initiatieven. En dan kun je zeggen, per stadsdeel heb je elke keer een school. En die school die gaat één initiatief, of misschien meerdere initiatieven, maar die moeten dus daar ontwerpen voor maken voor het Ja, veld. gebaseerd op het lespakket en dat is gebaseerd op de vijf waarden als fundament waaruit de thema's van Growing Green Cities komt. Ja, dus die leerlingen, bijvoorbeeld in een stadsdeel, die leren dus iets lokaal bij eigen initiatief. En ze leren dan op waarom is dat goed voor de energie, waarom is dat goed voor de gezondheid, waarom is dat. Dus dat krijgen ze een aantal series, krijgen ze les. En dan krijgen ze de vraag van, nou, maak daar maar een beeld van of een ontwerp van. En de beste, die krijgt het initiatief. Dus je krijgt één veeltje. En daar zit dus een kwaliteitscontrole op van de winnaar, of moet een klein dingetje maken van iemand zeg maar, dit is Jantje de wint en het ontwerp van Jantje die komt op het veldje als vertegenwoordiger van dat initiatief. Precies, en dan de 15 initiatieven, dus dan hebben we het over 15 afbeeldingen. Dus per stadsdeel heb je dus 15 veeltjes maal 6 stadsdelen, zoveel veeltjes. Aan de 90, ja. andere kant. Overigens, voor nu, zeg maar, tijdsplanning, hebben we het niet over die 15 initiatieven nu. Want Nee. nu hebben we het over twee scholen. Dus Ja. dat moeten we even inkaderen, wat dat dan precies is. Ja. 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 En dan de achterkant. Daar moeten dan we zeggen van er moet gewoon één kunstenaar zeggen van we hebben gewoon één. Want daar moeten ze voor gaan sparen. Dus voor al die stadsdelen, want dat is 6 maal zijn er 90. Met die 90 veeltjes, dus moet een kunstenaar, die moet eigenlijk met 90 veeltjes één groot ontwerp maken voor 2017. En dat moet gewoon, er gaan geen scholen, het is gewoon professioneel op eentje die dat heel gaaf kan maken. Dat is de achterkant. En dan kun je zeggen van, we hebben ook nog hierin of bij dit initiatief, dus, of nee, je kunt dat met de RR of VR, maakt helemaal niet uit. Misschien via, dat is Dat misschien is VR, VR. Ja. VR, ja. Kijk, En het dat gaat misschien via de jongeren filmpjes maken, misschien met Windesheim die apps maken of dergelijke, of de CAH die er ook mee bezig zijn. Of ze dat samen gaan werken, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan krijg je dus elke keer een filmpje met misschien een 3D-foto waar je gewoon letterlijk op die locatie kan rondkijken. Ja, En Dus dan dat is het kan dan. per jaar kan het ook veranderen. Want per jaar heb je dan ook weer een thema, hè? Want daar hebben we het nog niet over gehad, hè? Per jaar wordt er weer een groot thema ingestoken, toch? Ja, nou, dat hebben we niet officieel. Het is Oké. een beetje onofficieel. We hebben nu een beetje onofficieel het jaar van het voedsel. Waarschijnlijk wordt het volgend jaar onofficieel het jaar van het vergroenen. Dat zou je even, maar die thema zou je eventueel hier kunnen zeggen van als het Ja, precies. 2019 wordt voedsel of nou ja, dus nu, maar Ja. dus kun je eigenlijk elke keer meegaan
Ja. En uiteindelijk wat zo mooi is aan zo'n app, is dat je gewoon ook de Floriade-terrein ook gewoon steeds meer vorm gaat geven. En misschien kunnen zelfs de inbreng van de jongeren, de filmpjes kunnen ook bijdragen daaraan. Ja. Ja. Dus het is een soort van culminatie naar nu iets, een apotheose van Floriade, met allemaal interactie van al die dingen. Ja, en tijdens het feestje op de Floriade 2022, dan heb je dat en dan kan iedereen eventjes de stad leren kennen door middel van die kunstwerken. Ja, zeker. Het verhaal is op dat overigens moment. Is dat ook heel erg leuk voor die jongeren om ze te prikkelen. Just Dares, met wie we samenwerken, die hebben als een van de weinigen in Nederland een motion capture studio. Oftewel, je kan een pak aandoen en dan kan je een filmpje maken aan de hand van een pak, een soort kinetische energie. Dus dat is natuurlijk heel tof als je een wedstrijdelement zou geven, dat ze dat kunnen winnen. Een masterclass motion capture of iets. Ja. En dat kan je ook weer gebruiken in uiteindelijk producten op de Floriade. Dan ben je helemaal de bom. Ja. We moeten eigenlijk twee dingen onderscheiden. Dus één, zeg maar, het basisidee. Zeg maar de basis om het minimaal succesvol te zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat we dit hebben. Ja. Maar doordat we deze structuur hebben, kun je eigenlijk op elk niveau kun je heel flexibel en meer toevoegen of minder. Ja. Maar dan zijn we daar gewoon... ligt dan... aan de energie die loskomt of niet. Ja, absoluut. Maar de minimale basis is dan voldoende. Ja. En deze komen dus dan overal te liggen. En dan zijn die filters weer voor de aandacht voor het buitenland. Of voor mensen uit Amsterdam met de trein. Is het dan ook weer mooi als we dat meenemen in de grote gedachte. Hoe ga je dat, als je filters zou willen gebruiken, de city marketing, in plaats van die dure posters. Ja. Dan moeten we daar ook even over nadenken. Ja. Ja. En als iedereen gaat die filters verzamelen, maar het kan ook als klas, ik weet hoe het gaat, in de klas ga je als klas dat verzamelen. Ja. En dan kun je ook zeggen van dit is het geheel, maar bij ons initiatief is onderdeel van het geheel. Dus dan maak je de verbinding, denk ik. Ja, fantastisch. Ja, nee, klopt. En de identiteit per stadsdeel. Ja. En dus ook waar, en ieder kind weet waar hij dus trots op kan zijn. Ja. Omdat hij dan in relatie ziet tot... zijn eigen initiatief tot het stadsdeel, in relatie tot de stad, in relatie tot Nederland. Ja. Ja. En dat vind ik zelf heel... Dat is die pure verbinding, dat is die connectedness, zeg maar. En de kracht van... En de bewustwording daarvan. Nou ja, die ouders ook, hè. Dat is het. Die pak je mee. Ja. Die gaan ook verzamelen waarschijnlijk. Ja, die denken. Want het zijn ook mooie kunstwerken. Ja, zeker. En dan is het interessant om te kijken hoe de kruisbestuiving tussen die verschillende stadsdelen gaat worden. Ja. Want uiteindelijk je moet het natuurlijk ook zo inverwerken dat je echt gretig wordt om ook naar de andere stadsdeel te gaan. Om dat ene filter te verzamelen. Ja. Ja. Dus dat moeten we dan met de vormgever gaan we dat even mooi afstellen. Ja, want die geven alleen daaruit en die daaruit. Dus je moet even langs. Even rivaliteit over. Want er zal vast wel ergens een soort van rivaliteit ook zijn tussen die stadsdelen op energie. Maar ik wil ook zeggen, elk initiatief die krijgt van zijn eigen initiatief een grote stapel. Ja. En dan, als iedereen dat weet, dan zeggen ze oké, maar ik wil, dus dan, die heb ik nog niet, dan ga je erheen. Ja. Want je weet dat initiatief, daar kan ik ze gewoon, daar kan ik ze krijgen. Ja, en dan kan je met die, dat heet dan beacon technologie, dan kan je dus, als je op inlogt op je mobiel, kan je dus een berichtje krijgen. Zo van, dan zou de horeca kunnen zeggen van, er liggen hier nog wat filtjes. Ja. Van die en die. Ja. En dan kunnen ze daar naartoe. Ja. Dat is ook wel goed voor de horeca. Die willen dat natuurlijk ook. Ja. Net zoals met nu die dinosaur apps. Ik heb nog nummer 16 zoek ik. En dan, precies. Dat is Ze krijgen een informele structuur. Hoef je niet zelf te organiseren. Ja. Ja, precies.